Een dolblij Studio K na het winnen van de Europese titel. Zo'n 100 voetbalfans zagen een achtbaan van een finale. En het wordt 1-1. Jullie vallen wel echt precies met de neus in de boter. Nederland maakt dit 1-1. En dat binnen 10 minuten. Nederland was dankzij een penalty vroeg op achterstand gekomen. Daarna hebben ze het wel weer goed opgepakt. Goede acties en goed overspel. En een prachtig doelpunt. En na een klein half uur komt er nog een oranje goal bij. Maar rusten met de voorsprong zit er dankzij een snel tegendoelpunt niet in. Het was 1-1. Het was wel lastig, maar ze hadden hem wel moeten hebben. Dus jammer. Maar we komen nog wel terug. 4 doelpunten al in 45 minuten. Dat is wel heel erg veel. Heb je dit verwacht van tevoren? Zoiets? Zag je dit aankomen? Nee, ik had 2-1 verwacht. Ik had 1 doelpunt in de eerste helft verwacht. Geld op ingezet? Nee, gelukkig niet. Godzijdank. Dank je wel. Studio K kan kort na de rust opnieuw juichen. En dan is het nagelbijten en nog eens nagelbijten. Tot Miedema het een paar minuten voor tijd beslist. Nee, we mogen nog niet te vroeg juichen. Maar na een dikke 5 minuten blessuretijd dus wel. Ja, super trots. Super leuk om dat we eindelijk weer een keer Europese kampioen zijn geworden. Leuk, we hebben gewonnen. Dat is sowieso tof. Ja. Morgen naar Utrecht. Daar gaan de vrouwen gehuldigd worden. En die hebben net als hier hebben ze veel support nodig. Ja, ze verdienen eigenlijk een rondvaart, vind ik, door de Amsterdamse grachten. Hebben ze echt verdiend. Maar ja, dan maar naar Utrecht. Dat is ook goed.